Hallo, hallo en welkom bij Daal. Zo, vandaag ga ik lekkere daal maken en ik laat jullie zien hoe. Ik ga de daal even wassen. Ik laat de daal nu even weken. Zo, de daal is mooi geweest, dus we gaan nu starten. Oké, er is een trucje om je daal wat snel gaar te laten maken. Ik doe er een klein beetje baking soda bij. Iets meer. Dit zorgt ervoor dat hij sneller gaar gaat worden. Ik maak de daal natuurlijk op mijn manier. Maar als jij het anders doet, dan is het helemaal prima. Dan mag je het gewoon op jouw eigen manier doen. Oké, wat ik zelf doe voor mijn daal. Ik doe alvast wel een halve ui erin. En ik doe er wat geperste knoflook bij. Ik doe er ook nog eens wat maggieblokjes bij. Niet iedereen kent dat. Ik doe er ook een beetje komijnenzaad bij. En een theelepel kurkuma. Aan het koken. Nu ga ik de twee maggieblokjes bij doen. Nu doe ik de half gesneden ui erbij. Nu doe ik een klein beetje kurkuma bij. Normaal gesproken gebruik ik hele komijnzaad, maar helaas is die op, dus gebruik ik maar gemalen komijnzaad. En die gaat er ook nu in. En jullie weten, ik doe alles op gevoel. Nu laten we de daal even gaar koken. Kijk, de daal is goed aan het koken. Nu doe ik de knoflook erbij. De halve ui die overgebleven is, ga ik nu een stukje snijden. Als ik gesneden heb, ga ik chowken. Ik doe wat olie in de pan. En ja, ik doe er veel in. De uien gaan we nu bruin bakken. Normaal gesproken doe ik die hele jeera erbij, maar die is helaas op. Dus vandaar alleen de uien. En dat is hoe ik zelf daal maak. Vond je het filmpje leuk? Geef dan even een comment. En we zien je later weer. Fijne zondag! Duimpje omhoog. Hij zegt 14.000 duimpjes omhoog. Schatje.